bijna Pasen. We gaan vandaag iets heel leuks doen. We gaan knutselen in de keuken. Wat gaan we nou doen? We gaan eitjes verven. Maar dan gaan we het even iets anders doen. We gaan het op natuurlijke basis doen. Er zijn heel veel manieren om eieren natuurlijk te verven. Ik heb zelf zo mijn eigen manieren waardoor ik van eitjes superfood eitjes maak. En hoe doe ik dat? Door heel simpel. We gaan verven met bietjes. We gaan verven met rode kool. En natuurlijk het ultieme superfood. We gaan verven met geelworde kurkuma. Extreem gezond. En je krijgt er hele leuke kleuren van. Kijk. Dit zijn alvast mijn geverfde eitjes. Zijn ze niet schattig? Het enige verschil is dat ik ze zonder schil heb geverfd. Waarom? Als je eitjes in de schil hebt, dan bel je ze. Dat zijn allemaal witte eitjes. Met een beetje nog de verkleuring. Terwijl deze, daar blijf je lol van hebben. Die zijn gewoon geverfd en die staan weer leuk op de tafel. En ze zijn hartstikke gezond. We hebben er gewoon superfood eitjes van gemaakt. Laten we gewoon beginnen. Wat heb je nodig? Uiteraard, je moet je eitjes koken. Dus, ik heb gewoon een paar eitjes gekookt. En dan moet je natuurlijk je vloeistof pakken. Nou, vervolgens, je kookt wat bietjes. Je kunt ze gewoon met schil even goed afspoelen, schrapen. En dan snij je ze in kleine hoeveelheden. En dan doe je met een liter water, doe je ongeveer 3 bietjes. Liter water zet je een half uur aan de kook. Doe daar een eetlepel azijn bij. Ik heb toevallig sushi azijn, want ik had niks anders in huis. Maar het kan ook gewoon andere azijn zijn. Eetlepel azijn, 3 bietjes, een liter water, half uurtje aan de kook. Nou, dan krijg je een vloeistof die er zo uitziet. Uiteraard moet je even de bietjes, je moet het even afgieten en dan natuurlijk het vocht opvangen. En daar laat je dus gewoon heel simpel een eitje in zakken. Volgens mij zit er zelfs al één in. Het is een beetje een Frankenstein effect. Zie je hem zitten? Daar zit dus al een eitje in. Zullen we eens kijken wat daarmee gebeurd is? Oh, kijk. Heel schattig. Dat wordt dus gewoon een roze eitje. Dat vindt mijn dochtertje dus een prinsessenei. Die zal hem als eerste op willen eten. Echt te leuk. En dat kun je dus ook. Hè? Dit zijn gewoon lekkere superfood eitjes. Ei met extra biet erbij. Nou, laten we deze roze erbij leggen. Heel leuk effect. Dat is het bietenverhaal. Bieten maakt uiteraard alles lekker roze. Vergeet biet, of niet? Je kan ze beter even afspoelen en afdeppen. Anders deppen ze op de andere eieren. Dat is natuurlijk helemaal waar. Zoals gezegd, ik ben lui. Deze stem van achter de camera is overigens Eik. Eik, doe even zwaaien. Kom even zwaaien. Eik is de ene helft van het duo The Healthy Twins. Hallo. Eik is namelijk echt een twin die er zo uitziet, net als zij. Je hebt helemaal gelijk. Ik moet even deppen. Even afspoelen. Ik ben lui. Geef niet, ik ga gewoon verder. Nou hebben we nog zo'n vloeistof. Ook een lekkere donkere. Dit is meer een blauwige vloeistof. En wat maakt deze? Deze maakt dus dit leuke blauwe eitje. Want dit is de rode kool. Rode kool neemt iets meer vocht op dan de bietjes. Dus van rode kool doen we ongeveer 1,5 liter water. Met ook 1,5 eetlepel azijn erbij. Kook weer een half uurtje door. Snij hem eerst even in kleine stukjes. Vang het kookvocht op. En dat is deze. De rode kool duurt ietsje langer dan de andere kleuren. Ja. De gele is het allersnelst. Oh ja. De gele, dat is dus de geelwortel. Dat is deze geworden. Het lijkt net sinaas, maar dat is het niet natuurlijk. En die is vrijwel meteen al felgeel. Je moet voor de gele even pas op je handen. Want kurkuma is gewoon heel erg vlekgevoelig. En wat doe je daarmee? Deze schil je gewoon, snij je even wat kleinere stukken en kook je ook met een liter water en weer die eetlepel azijn. Gewoon even lekker een half uurtje doorkoken. Ook de schilletjes gewoon in dat pannetje erbij gooien. Hoe meer kleur, hoe beter. En dat kookvocht vang je ook weer op. En die moet nog even. We laten gewoon de eitjes lekker even staan in de vloeistof. En over een paar minuutjes haal je ze eruit. Nou, welkom terug bij de kluscursus. Eieren verven met groenten. We gaan even kijken. De eitjes hebben inmiddels een paar minuutjes in het vocht gestaan, in het groentevocht. We gaan even kijken wat het geworden is. Beginnen we eens even met de rode kool. Rode kool maakt je eitjes blauw. Grijs-blauwachtig, dat is de bedoeling. Overigens, als de eitjes langer staan, niet zozeer in het vocht, maar ook daarna, wordt de kleur ook nog intenser. Dus dat is ook nog dat je niet denkt zo meteen, nou wat is dit een schattig kleur lavendelachtig eitje. Dit wordt dus blauwer naarmate ze langer staan. Dit komt uit hetzelfde vocht, heel grappig genoeg. Nou, je dept ze weer een beetje af. Overigens zijn dit de groentekleuren die eigenlijk het beste werken. Hè? Want geloof, ik heb echt alles geprobeerd. Spinazie en
allerlei andere toeters en bellen om het groen te krijgen. Tarwegras en matcha poeder en nou ja, weet ik veel wat ik er allemaal tegenaan gegooid heb. Maar dit zijn gewoon de kleuren die eigenlijk gewoon het beste werken. Nou, eens kijken wat de gele geworden is. Hier, zo'n heel schattig, vrolijk paaskleurtje. Ik word helemaal blij van dit ding. Wat is die enig? En dan hebben we nog het eitje van de rode kool. Kijken wat daarvan geworden is. Dat is degene met het touwtje. Heel leuk, dan krijg je dat leuke streepjes effect. Ik ga het even afdeppen en dan het touwtje eraf halen. En ik zou jij het leuk vinden om te laten zien hoe dat eitje in het touwtje gewikkeld wordt. Als een soort rollade ga je die naar beneden. Even met een speciaal techniekje. Het is eigenlijk heel simpel. Neem een touwtje, ongeveer zo lang. Want je hebt nog best wel veel nodig. Je moet namelijk ook een beetje stevig vastbinden, want anders laat het los in je potje. Dat hebben wij er een paar keer gehad, dat we dan een heel mooi egaal roze ei vinden zonder patroon. Ook leuk, maar als je dan toch de moeite erin stopt, je start gewoon met het touw onder je duim en wijsvinger en zet hem op de onderkant van het ei. Hou hem zo vast en wikkel hem er stevig omheen, zodat het echt een beetje inderdaad als een rollade wordt vastgebonden. En dan kan je hem in een leuk patroon steeds onder je duim en wijsvinger doorhalen. Als een cadeautje pakt, ja, eigenlijk, hè? Precies. En ze hebben een strikje erboven lopen. Hoe schat dat uit? Wikkel ik hem eigenlijk gewoon vast op het bovenste punt. Duw je het eitje een klein beetje naar beneden met je vinger. Hoe meer touw, eigenlijk hoe leuker, hè? Want dit keer zat niet zoveel touw omheen. Het geeft een beetje zo'n effect. En of je het goed kunt zien. Is nog steeds heel erg leuk. Aan deze zat veel meer touw omheen. Dus dat geeft gewoon net iets meer effect. Dus het is maar net in welke klusbui je bent. Oh, wat zullen mijn kinderen dit leuk vinden. Zo. En dat is het patroon wat je krijgt. Want waar het touw zit, komt het vocht niet bij. Zo simpel is het. En daarom moet je maar een beetje stevig aantrekken. Want als je het er losjes omheen hangt, dan valt het weg. Komt het eronder en dan trekt de kleur gewoon volledig door. Zo, en dan heb je hem zo. En dan kan je hem in de vloeistof weer. Gemakkelijk in de vloeistof gooien. We hebben nog geen patroon, doen we daarin. Ja. Okay. En weer even een paar minuten laten weken. En dit is dan het resultaat. Is het niet ontzettend schattig? Ga jij dit overigens doen met Paas, hè? Ga jij zo meteen? Ja, absoluut. Ook zonder kinderen. Ook zonder kinderen. Ik denk dat mijn vriend het ontzettend leuk vindt. Ja, waarom wil je eigenlijk geen kinderen? Hier zou je gewoon ook hier moet je het voor doen. Ja, dat vind ik ook. Nou, dit was het. De kluscursus. Eieren verven met groenten. Super gezond, enorm leuk en bovendien heel erg makkelijk ook nog. Je kunt het met z'n allen aan de ontbijttafel doen en er is geen gezeur met verf en wat overal terecht komt. Dit is gewoon precies hoe het is. Lekker natuurlijk, lekker en heel gezond. Vrolijke Paas allemaal.